van het slot. Dat zijn een beetje die gekke sleutels. En je hebt twee sleuteltjes en hiermee kan je de accu eruit halen. Even de speaker bij de grens. Aan deze kant ook. Oh ja. Dus in principe krijg je vier sleutels. Ja. Twee voor de accu en twee voor het slot zelf op slot te zetten. Ja. Oké. Okay. En dan kan je de accu er zo uithalen. Want stel dat je een keertje geen, dat de stroom in het schuurder bijvoorbeeld het niet doet, dan kan je hem mee naar binnen nemen en dan kan je hem ook gewoon binnen opladen. Oké, hier zit het knopje. Ja, en hier kan je dan de oplader. Maar hij is wel kleiner en lichter volgens mij dan mijn vorige accu. Ja, is het voelen? Ja. Dat is de andere veel zwaarder. Ja, en wat groter. Zeg, mag ik jou even wat vragen? Ik ben van Dordt Centraal. Straks hebben ze alle foto's gemaakt. Ja. Maar wat is je nou overkomen? Ik ben vorige week, toen ik naar mijn werk fietste, 6:05 's morgens overvallen. Door twee man. Ja. Dan hebben ze mijn portemonnee gestolen, mijn iPhone en mijn nieuwe fiets. En wat, zomaar een fiets gekregen? Zij hebben het gezien bij Hart van Nederland. En ze wilden mij verrassen in het zonnetje zetten. Nou, dat is wel gelukt, hè? Dat is heel erg gelukt. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Hoe is het met je portemonnee afgelopen? Die heb ik niet teruggevonden. Mijn iPhone ook niet. En de fiets ook helaas nog niet. Nou, maar ik had wel mijn elleboog uit te komen. En ribben gekneusd. Nou, beterschap. Ja, dank u wel. En plezier ermee. Ja, dank u. Oké. Okay.